dat was nog best spannend in de slotfase. Ja, onnodig eigenlijk, hè? Nee, dus overkomt ons vorige wedstrijd tegen Excelsior. Daar staan we 3-1 voor, nu 2-0. En dan valt er nog zo'n goal. Ja, dat moeten we eigenlijk niet laten gebeuren. We doen nog een slotfase krijgen dat het rennen, vliegen wordt, ballen pompen. Die komen uiteindelijk goed erheen, hoor. Ik vind niet dat we daarna nog in de problemen zijn geweest. Maar die brengt onnodige spanning terug. En als je echt een volwassen ploeg wilt worden, dan moet je dat voorkomen. Ja, dit is zo'n wedstrijd van tevoren, heel Nederland. Of misschien drie fans van Dordrecht nadenken, ja, Willem II wint, vul een eentje in. Dan moet je het wel even doen natuurlijk, hè? Ja, dat was het gevaar van deze wedstrijd. We wisten dat heel de buitenwereld bepaalde verwachtingen heeft. Iedereen heeft bepaalde verwachtingen. Als je zegt, tegen wie moet je vandaag? Ja, moet tegen Dordrecht. Uit of thuis? Thuis. Oh, er worden 3 punten. En je ziet dat overal een beetje erin sluipt. Dat was het gevaar. We wisten dat we daar, ja, ons niet moesten leiden door die verwachtingen. En toch op de een of andere manier beginnen we niet scherp genoeg, vind ik, aan de wedstrijd. Waarin we in de eerste helft de grootste kansen krijgen. Want we moeten er gewoon 2 of 3 maken. Alleen, je hebt niet het gevoel dat je grip hebt op de wedstrijd. Waar we over het algemeen niet veel thuiswedstrijden hebben gehad. Dat kregen we vandaag moeilijk voor elkaar. En dat kwam voor Nick vooral door onszelf. Niet zozeer door Dordrecht, maar dat we duelletjes verloren. Slordig balverlies. Een paar keer miscommunicatie. Dat zijn allemaal dingen waar de Dordrecht zich sterker begon te voelen. En dat vind ik dat we de tweede helft beter hebben gedaan. Toen is Dordrecht eigenlijk bijna niet meer in de wedstrijd geweest. En moet je denk ik nog eerder 3-0 maken, zodat dat alle hoop weg is. Ja, jullie trainen van de week. Dit is eigenlijk voor mij de lastigste week van het seizoen. We zijn veilig. Europees voetbal kan, maar dat wordt wel lastig. Hou maar eens de ploeg gemotiveerd. Kan dat nog een rol spelen, dat je daar wat moeite mee hebt in zo'n wedstrijd? Ja, dat is wel het gevaar waar we nou mee te maken krijgen. We staan nou een beetje in een grijs gebied. Natuurlijk kijken we een beetje stiekem naar boven, maar je zit in een grijs gebied. Je moet proberen gewoon die focus te houden. En ik weet zeker dat wij dat als ploeg uiteindelijk kunnen, omdat je in de Eredivisie genoeg om voor te spelen hebt. Je hebt dus in de Jupiler League, heb je wel zo'n fase als je de play-offs al gehaald hebt. Dat je al meer aan de play-offs aan het denken bent dan aan de competitie. Maar ik denk in de Eredivisie, waar op elke wedstrijd zoveel aandacht is, qua media, qua alles. Je wordt elke wedstrijd beoordeeld, is er genoeg om voor te voetballen.